Deze samenvatting wordt u aangeboden door Dinner Meeting Partycentrum De Nieuwe Zweep Klarendeel. Gegarandeerd succes bij elke gelegenheid. Vorige week kaapte Groenwit op het kunstgras van Beekbergen met de 4-5 overwinning in de allerlaatste minuut de eerste periode voor de neus weg van de bezoekers van aanstaande zondag. Robur et Velocitas. Beide verenigingen staan voor de 9e keer tegenover elkaar. De historische balans is duidelijk in het voordeel van de Roburianen, met 4 keer winst. Afgelopen seizoen speelden beide ploegen in de maten gelijk met 3-3. Leuk wedstrijd, het is gewoon een topper, 1 tegen 2, dus wij willen we nog meer. Hoe leeft het al bij de jongens? Ja, we hebben echt gezegd van, vorige week begon het al een beetje te leven, dus heb ik het afgekapt. Ik heb gezegd, nou moeten we eerst Beekbergen pakken, die periode pakken en dan komt pas Robur. Maar het leeft wel, ik denk aan beide kanten. Het is een topper natuurlijk die eraan komt, dus we willen hier nog meer hoop publiek hopen en dan een perfecte wedstrijd neer te zetten. Twee ploegen die elkaar waarschijnlijk in evenwicht zullen houden, denk je? Ja, het zijn twee ploegen denk ik die allebei van het voetbalvermogen moeten hebben en ja... Een gelijkspel of een kleine overwinning van een van de twee, dat komt er meestal uit. Hè? Dat is vorig jaar ook zo geweest. We hebben hier thuis gelijk gespeeld. Dus ja, het zijn ploegen die elkaar in evenwicht kunnen houden. En ik denk dat de doorslag geeft de vorm van de dag. Ja, vorige week ben je net de periode misgelopen. Ja, een bevlieging. Maar kijk, ze hebben gewoon nog minder steken laten vallen dan wij. Ja. Minder steken, dat is wel heel relatief. Het gaat om 1 punt. Maar goed, we wisten dat het lastig zou worden die dag. Ja, maar ja, goed, je hebt bijna nog geluk gehad. Maar ja, in de laatste seconde geloof ik was het 5-4. Ja, klopt. En dat is hun al vaker gebeurd, heb ik begrepen. Ook tegen AZC was het in de slotfase gebeurd. Ja, klopt. Maar ja, dat geeft niet. Ik bedoel, de prijzen worden pas aan het eind verdeeld. Dus in die zin ben ik al lang blij dat we erbij staan. Mark Jan Wijn of Richard Verschoten? Mark Jan Wijn is geblesseerd. Hè. Die heeft zijn knieën verdraaid afgelopen zondag. Die is voorlopig uit de roulatie. Dus het was heel leuk geweest, hè? 7 tegen 7. Maar goed, ik heb ook nog Barry en ik heb ook nog meerdere spelers. Dat betreft komt het goed. Aanstaande zondag, natuurlijk de wedstrijd bij de lijst aanvoeren. Wat weet je van Groenwit? Niet zoveel. Gaat je ook niet? Niet zoveel. Maakt je ook niet zoveel uit? Nee. Wij moeten vooral met onszelf bezig zijn. Want wij hebben een paar dingen die wij in ons spel gewoon moeten verbeteren. En daar zijn we heel druk mee bezig. We hebben een hartstikke jonge elftal. De verdedigingslinie, er staan 2 A-junioren in. En dan kun je wel heel druk met een tegenstander zijn. Maar die jongens moeten gewoon hun ervaring opdoen. En zorgen dat ze er beter bij beetje vooruit gaan. We gaan even naar de Toto in Blijberg. Wat wordt het? Een eentje, een tweetje of een drietje? WWNA-trainer Gerrian de Velde-Hassehorst had afgelopen week 4 van de 12 voorspellingen in de Toto goed. WWNA Orde Bos een eentje, dat werd 1-0. Apeldoornse Boys Terwolde ook een eentje, werd 4-0. AGOVV Twente 5-1, dat werd ook een eentje. En de laatste, en dat was Heten TKA 2-0, en dat werd ook een eentje. De overige uitslagen waren niet goed voorspeld. Kijken wat Hans Blijenberg van Groenwit ervan gaat maken. Hattem, laat jij gelijk spelen tegen Zutphen? Ja, dat Hattem draait het moment goed. Dat betreft, we hebben toch een drietje gedaan dat bij Zutphen traint mijn zoon. Hè? Dus ik denk, ja, die wil ik toch een puntje meegeven. Ja, okay. Oh, dat is je zoon? Ja, hij traint bij Zutphen. Kijk aan. AZC, Eerbeek Boys, AZC ja, is in ieder geval een betere ploeg waarschijnlijk. Ja, AZC is een goede ploeg vind ik zelf. We hebben hier ook met veel moeite van ze gewonnen. Eerbeek Boys zit een klein beetje in een mindere fase. Ja. Goed, ZVV, de ploeg van Stinus Haan, ja, maakt evenveel doelpunten als jullie, maar alleen krijgt er veel te veel tegen. En dan zeg je tegen Beekbergen moet dat wel lukken. Ja, ik vind het van wel. Kijk, ik denk dat Beekbergen nu met die 2 punten het steeds moeilijker voor ze wordt. Hè? Als je onderaan staat, krijg je ook alle pech van de wereld. Hè? Dat is tegenwoordig. Als je bovenin staat, pak je zo'n 5 vorige week in 2 minuten van tijd de winnende goal tegen een ploeg die onderaan staat. Dus ik denk dat ze op dit moment ook een beetje de pech mee hebben. En ZVV moet toch weer een keer winnen, want die hebben ook een 3 achter elkaar verloren. Dus ik zie ZVV de punten houden. Goed, Groenwit, Robert de Vlosjes, dat is een tweetje. Ik heb er eentje neergezet, hè? Ik heb er eentje neergezet. We gaan altijd uit voor de winst. Nee, was maar kijk hoe je reageert. Ik had ook niet anders verwacht eerder gezegd, hoor. Victoria Boys, Loenemark. Een 3. Ja, Loenemark de laatste weken doet het aardig goed. En toch, ik heb Victoria Boys hier bij ons gezien. Toen vond ik ze redelijk goed spelen. En ik denk toch dat Victoria Boys wel punten gaat pakken nog. Dus ik hou het op een gelijkspelletje. En wat mij opvalt is... SC Klarenbeek tegen Zutphania, dat is slechts een drietje. Is Klarenbeek thuis zo lastig? Wij hebben 2-2 gespeeld, dus ik vind Klarenbeek daar zeker lastig. En dan speel ik een beetje mee dat Zutphania natuurlijk op de derde plaats staat. Dus die willen geen 3 punten geven, ik geef ze er eentje.
Dan gaan we even buiten de klas om, want dit is allemaal nog eigen belang waar je nou over gesproken hebt. En nu komen we bij de klassen waar je helemaal geen belang in hebt. Apeldoorn, zeg je van, die wint van het Wonwagenkamp uit Groningen. Ja, ik houd op Apeldoorn. Ik speel thuis en ik gun ze het ook, dus dat betreft een 1. Ja. Dan valt mij op dat jij WSV gelijk laat spelen tegen Reden. Ja, WSV heeft een aardig tikje gehad afgelopen zondag. Reden doet het, vind ik zelf naar behoren, heel erg goed. Ik had ze minder ingeschat. Maar ik heb een gelijk spelletje ingevuld volgens mij. Dus dat hou ik, ja. Ja. En AGVV laat je verliezen in Markelo. Wat weet je van Markelo, wat wij niet weten? Heel weinig, heel weinig. Maar het is, AGV speelt uit, hè. Ja. AGV is heel wisselvallig, vind ik ook. Dat merk je. Dus de ene keer winnen ze, de andere keer verliezen ze. En ik hou het toch op Markelo thuis. Ik heb lang geleden ooit met een ploeg daar, ben ik daar geweest. En op het dorp is het altijd moeilijk daar. Jij denkt van Albatros, ja, het is toch wel de verrassing van die klasse? Ik vind het zeker. Zeker vorig seizoen al en nu alweer. Ik vind het heel knap trouwens hoor, wat ze presteren. En ze zijn er weer in moed ook. Dus ik denk dat het zeker een 1 blijft, ja. En de laatste twee Apeldoornse ploegen, TKA en Columbia, laat je alle twee winnen. Is dat ook een beetje het kent? Ken je de tegenstanders of zeg je vanuit gun het die twee ploegen? TKA ken ik dus van vorig seizoen voor de beker, hebben we tegen ze gespeeld. En die gun ik het wel. Ik sta in twee Apeldoornse ploegen, laten we daar maar op houden. Verder weet ik er heel weinig vanaf hoor. Wat verwacht je voor een soort wedstrijd? Nou, ik denk zelf, we hebben volgens mij ook hier thuis tegen Robben gespeeld. Ik verwacht een goede wedstrijd. Omdat je twee voetballende ploegen hebt. Die staan niet voor niks al bij bovenaan. Hè? Dus we zijn 1 puntje voor. We hebben allebei voetbalkwaliteiten. We willen ook allebei voetballen. Dus ik verwacht een leuke wedstrijd voor het publiek. En ik denk dat het ook een spannende wedstrijd zal worden. Wat jij net zei, zoals juist al, dat jouw topscorer er niet bij is. Is dat een groot gemis? Dat is een groot gemis. Aan de andere kant zeg ik van, Barry van Leeuwen is de andere spits. En ik heb Maarten Preusdrink weer terug na een blessure. Dat is ook mijn spits die in het begin meedeed. Die is nu weer terug, dus die kan de plaats overnemen van Mark Jan. Dus je levert misschien iets in, maar die twee kunnen het ook zeker weten. Van wie verwacht je dat het gevaar bij Robu gaat komen? Want je hebt natuurlijk Richard van Schoten, zonder meer. Hele goede klasse spelen, maar... Zijn er nog meer waarvan je zegt, daar moeten we een beetje beducht op zijn? Ja, Verschoten natuurlijk. Dat is natuurlijk eigenlijk de man. Hè. Dat merk je wel. Als hij niet meedoet, dan hij was geblesseerd een poosje en dan wordt het iets minder. Hij heeft zondag weer allebei gemaakt. Maar ja, je hebt natuurlijk ook nog een Mulderij lopen daar, hè, die op het middenveld staat. Dus ze hebben ook heel veel kwaliteit in de ploeg. Ja. Bas Koken nog? Bas Koken zeker, ja. 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 Ik neem aan dat jij voor dat tweetje wil gaan. Hoeveel wordt het? Als ik dan een uitslag moet noemen, dan zeg ik 1-2. Wat wordt de uitslag? Ik houd op 2-1. Wens ik je heel veel succes zondag. Dankjewel. Dinner, meeting, partycentrum De Nieuwe Zweep Klarenbeek. Supporter van bijzondersportief.nl